Vanavond wordt de 100ste aflevering van Massa is Kassa uitgezonden. Ter ere van deze mijlpaal heeft het tijdschrift Story een verzameling foto's van de kinderen van Peter Gillis van het internet geplukt. Peter Gillis, bekend van de immens populaire realityshow, heeft 3 kinderen, Mark, Ruud en Inge. Samen met zijn ex-vrouw Tracy Michielsen vormden zij een gezin en de kinderen groeiden op in de unieke omgeving van vakantiepark Prinsenmeer, eigendom van hun vader. De kinderen van Peter Gillis zijn geen onbekenden voor de kijkers van Massa is Kassa. Mark, Ruud en Inge verschijnen regelmatig in de show, waar ze laten zien hoe het eraan toegaat bij het runnen van een vakantiepark. Hun jeugd speelde zich grotendeels af binnen de Oostappen Vakantieparken, waar ze de kneepjes van het vak leerden en klaargestoomd werden voor een carrière binnen het familiebedrijf. Het Eindhovens Dagblad meldde in december dat Peter Gillis zijn kinderen uit de besturen van zijn Belgische bedrijven heeft verwijderd. Er wordt gespeculeerd dat dit een strategische zet was om hen te beschermen tegen mogelijke juridische problemen in België. Peter zelf heeft deze geruchten echter altijd ontkend en houdt vol dat er andere redenen ten grondslag lagen aan deze beslissing. Maar hoe zagen Mark, Ruud en Inge eruit voordat ze beroemd werden door Massa is Kassa? Het is interessant om terug te blikken op hun kindertijd en te zien hoe ze zijn opgegroeid. Jeugdfoto's van Mark geven ons een kijkje in zijn verleden, lang voordat de camera's van de realityshow zijn leven vastlegden. Herkent u hem nog op deze oude kiekjes? In Massa is Kassa worden de dagelijkse bezigheden en uitdagingen van de familie Gillis uitvoerig belicht. De kinderen hebben hun steentje bijgedragen aan het succes van de vakantieparken en hebben hun vader ondersteund in zowel goede als slechte tijden. Hun betrokkenheid bij het familiebedrijf heeft hen gevormd tot de volwassenen die ze nu zijn, met een diep begrip van de zakelijke wereld en de specifieke dynamiek van de recreatiesector. Het 100ste jubileum van de show is niet alleen een viering van het entertainment dat het programma biedt, maar ook een reflectie op de groei en ontwikkeling van de familieleden die centraal staan. De kinderen van Peter Gillis hebben hun levenspad gevolgd te midden van de bedrijvigheid van vakantieparken en hun ervaringen daar hebben ongetwijfeld een blijvende invloed op hen gehad. Dus terwijl we vanavond genieten van deze feestelijke aflevering, is het ook een mooie gelegenheid om terug te kijken op de reis van Mark, Ruud en Inge. Van hun jeugdjaren in Prinsenmeer tot hun volwassen rollen binnen het familiebedrijf, hun verhaal is net zo boeiend als de show zelf.